Ik ben Hein Walter en ik sta hier in Natuurpark Lelystad, waar we voor de 20e keer Natuurkunstpark Lelystad gaan organiseren. 11 kunstenaars uit de provincie Flevoland doen dit jaar mee aan de kunstroute die vanmiddag van start ging en dit jaar het thema vruchtbaarheid heeft meegekregen. Ik ben André Broens. Ik doe voor de 2e keer mee aan deze kunstroute in het natuurpark. Het labyrinth van energie heet het kunstwerk van Broens, die eigenlijk leraar is. Een rekwerk met tientallen wapperende lapjes. Ik ben het afgelopen jaar uitgevallen op mijn werk. Ik heb een soort van burn-out gehad. Ik ben een jaar uit roulatie geweest. En dat heeft mij veranderd. En dat heeft mij geholpen om dit werk te maken. En ik heb ook heel veel gehad aan dit werk. Want dit werk zorgt ervoor, nou ja, heeft mij gewoon in een verbetertraject gestopt. Iets verderop langs de route staat het werk van een jonge kunstenaar. Ik ben Charlton Marcelina. Ik woon in Almere. Ik ben kunstenaar. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan de kunstroute in het natuurpark Lelystad. Zijn werk oogt erotisch, maar er zit meer achter Wulps liggende vrouw in het gras. Het kunstwerk heet Dolor, van pijn, in Portugees of Pavement. Het thema was vruchtbaar, maar bij vruchtbaarheid komt ook bepaalde pijn bij kijken. En het is geïnspireerd op endometriose, een ziekte die veel vrouwen treft. Dus vandaar de speling van pijn, gemixt met vruchtbaarheid en zo uitgebeeld in het beeld ook. In zijn directe omgeving heeft hij te maken met vrouwen die endometriose hebben. Hij wil vrouwen en mannen aan het denken zetten. Het is vanzelfsprekend dat bij vruchtbaarheid het gaat om vruchtbaar zijn. Maar we denken niet veel na over wat het is om niet vruchtbaar te kunnen zijn. Vandaar zo'n steenachtig figuur, echt sterk. Maar toch proberen het kwetsbare daarin te laten doorkomen. Broens van het hekwerk met de lapjes heeft zijn kunstwerk gemaakt van oude kledingstukken en lapjes die hij bij zijn overleden moeder op zolder vond. In zijn werk komen ze weer tot leven. Het begint bij de grond. De grond is vruchtbaar. En uit die grond daar zitten allemaal vruchtbare dingen in. Dat kan groeien. En die vruchtbaarheid die zie je hier uit die grond komen. Die wappert. En die maken een fijne omgeving. Natuurpark Lelystad is een plek waar kunstenaars graag exposeren. Dat is vanwege de prachtige omgeving, maar ook omdat ze hier een extraatje krijgen. Kunstprojecten, daar mag je aan meedoen. En dan mag je je kunstwerk plaatsen, maar hier krijg je een vergoeding voor je werk. En dat werkt goed, dat willen kunstenaars. Ik heb heel veel positieve reacties van mijn naasten. Die vinden het heel leuk dat ik überhaupt de kans krijg om dit te doen. Maar ook dat het thema ze wel aan het denken heeft gezet. Die lapjes mogen lekker bewegen en als er eentje afgaat of kapot rafelt, dan is dat zo. Dat vind ik niet erg. Maar ik wil het wel zien. Ik wil erbij zijn. En ik wil ook stiekem horen wat mensen ervan vinden. De kunstroute is nog tot 1 november te bezoeken in Natuurpark Lelystad.